Hierin zit de bokaal voor de Eredivisie-speler van de maand oktober, mede op basis van Opta-statistieken. En het is een middenvelder, daar kan ik vast zeggen, die helemaal los is in Deventer aan de Vetkampstraat. Het was kantje boord met Tadic en met Carlsen. Ja. Nee, dat is een mooi rijtje. Maar die hadden iets meer op de goal geschoten. Ja, rendement was hoog, denk ik dan. Hè? Zo. Ja, mooie prijs. Ziet er echt... Vader Arno, ga lekker zitten. Ja, die zal er wel blij mee zijn. Die zal wel trots op me zijn dat ik heel veel heb geschoten. Wat gebeurt er allemaal hier aan de Vetkampstraat en bij de Go Ahead Eagles sinds jij anderhalf jaar geleden hier bent neergestreken? Ja, dat gebeurt heel veel, ja. Nee, het is van het ene uiterste naar het andere uiterste, denk ik, in anderhalf jaar tijd. 123 keer de nul gehouden vorig seizoen? Ja, met Goeter en Beukema nog. Ja, nee, dat was dan wel weer het voordeel aan het defensieve, denk ik. Ja, zeker. En dan, het gaat lopen. De mensen worden wat vrolijker allemaal, want er was best wat kritiek ook op de trainer. Wat was jouw hoogtepunt? Ja, uiteindelijk was mijn hoogtepunt natuurlijk de promotie, ondanks dat ik bij die wedstrijd zelf niet bij was. Maar, je was geblesseerd geraakt, ja, ik had de ene laatste wedstrijd raakte tegen NEC geblesseerd aan een borstspierblessure. Dus je hebt Excelsior uit, heb je gemist. Ja, maar je was er wel bij, toch? Ik was erbij. Ik zat op de tribune. Ja, we mochten gelukkig allemaal mee, ondanks corona op dat moment. Omdat het natuurlijk eventueel kon uitlopen in een promotie. Ja, ik was erbij. Ja, het was fantastisch. Ja. Ja, die spanning. De wedstrijd van Graafschap kijken op het veld van Excelsior, ja, dat was bijzonder. Ik heb wel eens blije mensen gezien. Ik zie wel eens mensen in de Efteling. Ik ben wel eens met mijn dochter naar Florida, hoe heet het daar? Maar ik heb nog nooit zoveel blije mensen gezien. Ja, dit is pure passie, denk ik, wat je hier meemaakt. Dit is echt... alles, dit betekent echt alles voor deze. Ik wist het ook niet, het is voor mij ook het eerste seizoen met publiek, zeg maar. En ja, het is echt tot tranen aan toe. Ja, opgewonden, dat is een understatement, ja, hè? Ja, nee, dat is heel bescheiden maar uitgedrukt. Hoe moet je het uitdrukken? Ja, het is gewoon echt hun leven. Het is gewoon echt, alles wat ze hebben. Zo voelt het echt op het moment dat ze in dat stadion zitten. Ze schreeuwen alles wat ze hebben, schreeuwen ze eruit. Ze juichen, ze ja, het is echt alles wat ze hebben. Het is gewoon, ze gooien er alles uit. Ja, het is bizar. De maand oktober, dat is jouw maand. Je bent een van de controleurs. Hoe vaak heb je op de goal geschoten? Ik heb er nu vijf gemaakt. En volgens mij heb ik er vijf keer op goal geschoten. Dus ze zijn er allemaal in gegaan. Ja. Zo, dus... Vaak op goal schieten, hè, dat is misschien... Vijf op vijf. Ja, ja. Maar jij wil eigenlijk alleen maar praten over een technisch mooie goal. Met je rug. Ja, ik denk dat wel de mooiste goal is die ik... We hebben ze uit allerlei standpunten, hoor. Dus vertel maar. Nou, ik krijg een bal van onze andere held, Inigo Córdoba. Ja, die zit er ook op, hè? Ja, die zit ook op voetballen. Ja, nee, als ik score, scoort hij ook. Dus wat dat betreft lopen we vaak wel gelijk. Nou ja, hij geeft een heerlijk subtiel balletje met zijn rechterbeen. Wat normaal gesproken alleen voor zijn evenwicht is, volgens mij. Maar hij geeft het met rechts. En om gas te geven met zijn ja, ja, zoals links voor mij is. Maar hij komt op mijn borst. Maar ik dacht eigenlijk, ik stond met mijn rug naar de goal. Ik denk, als ik hem naar rechts aanneem op dat moment, dan loopt die verdediger mij dicht. En dan rolt die bal over de achterlijn. En dan ja, ziet het er heel leuk uit eventjes, maar dan moet ik weer terugrennen. Maar kort en krachtig, op je borst? Borst, links. Nog heel eventjes goed leggen en rechts onder in het hoekje. En ja, de celebration was niet... was pure passie, was pure emotie. Oma Nelly, ja. Is die er ook blij mee? Hier wel mee, ja. Ja, hier is ze wel mee. Waar is ze niet blij mee? Met mijn tatoeages. Daar heeft ze wel mening over. En welke tatoeages zijn dat? Ja, hoef ze niet te zien, hoor. Nee, ja, eigenlijk alle. Maar ik denk dat ze misschien zelf ondertussen ook wel eentje wil met haar geboortedatum. Want ik heb ze ook van mijn ouders. Maar... Oma Nelly is een beetje een tikje jaloers. Ja, misschien wel, maar ze vindt het er vooral niet uitzien. Het is afschuwelijk, zegt ze. Dus, Oké, nou, maar moeten we deze misschien eventjes een weekje bij Oma Nelly neerzetten? Ja, om het goed te maken. Ja. Ja, dat zal ze wel blij mee zijn, maar ik moet zeggen dat ik er zelf ook wel blij mee ben. Dus, nou ja, ik hou hem ook wel graag, hoor. Eerste week Oma Nelly. Eerste week Oma Nelly en daarna komt hij bij mij.
Ja. Op de slaapkamer. Nou, ik zou zeggen, blijf lekker schieten. Ja, dat ga ik zeker doen. Tot volgende maand. Ja, tot volgende maand. Dankjewel, dankjewel.